Dit is Flevoland van zondag 24 februari. Nick Schuttenbelt uit Rutten is gisteravond uitgeroepen tot Flevozwammer 2019. Het Flevolands kampioenschap Buutrednen, ook wel het gezwam rond de Dam, is een jaarlijks terugkerend evenement in Krachenburg. Het was de 27e editie. Tijdens de wedstrijd stonden de deelnemers maximaal 11 minuten in een ton en vermaakten de zaal met ludieke grappen. Daarmee moesten de zwammers de stemmen van de jury en het publiek voor zich winnen. In Hotel van Zaatse in Krachenburg was het Hol van de Leeuw. Daar wist Nick Schuttenbelt te winnen van de 6 andere deelnemers. Kom ik het eind van de dag dus aan met 100 hettenvelletjes op mijn rug. Boos dat die baas van me werd. Hij zegt, wat ben jij nou aan het doen, man Lapo? Er mag maar een bepaalde selectie van die beesten worden afgeschoten. Dat was dus het einde van Rambo Jan in de Oostvaardersplassen. Een bepaalde selectie van iets afschieten, daar doet Jan niet aan mee. Dat doet hem iets te veel denken aan een klein Duits merk met een snorretje erop. De 21-jarige Schuttenbelt kwam als een dief in de nacht, want hij deed voor het eerst mee. Hij won met zijn rol als de slachter zowel de juryprijs als de publieksprijs. Burgemeester Harald Bouwman reikte de prijs uit aan de Ruttenaar. En er is eigenlijk maar één ding wat ik nu nog moet doen. Dat is namelijk bekendmaken wie echt raak geschoten heeft. En dat is Rambo Jan! Ik had gehoopt natuurlijk wel dat ik een beetje mee kon doen, maar dat ik zou winnen. Nee. De eerste keer sta je hier in die ton. Ja, en de eerste keer moet je het groots aanpakken. Als je het doet, moet je het voor 100% doen en niet half. Al het gezwam rond de Dam is terug te kijken op onze website. Iedereen trok er vandaag op uit om te genieten van het heerlijke lenteweer. De terrasjes zaten vol en met de eerste zonnestralen was het volop genieten. Ja, absoluut. Lekker weertje, hè? Dus drankje erbij, hapje erbij. Altijd lekker. Nou meneer, u bent een geluksvogel. Ja, lekker toch? Lekker weertje. U dacht, we hebben de kans, meteen pakken. Nou, wij komen uit Friesland, we zijn op doorreis, maar we zijn er gewoon lekker even aan het water zitten. Kijk, een Fries die gaat aan het water zitten, hoe bijzonder. Ja, nou, dan zoek je toch altijd weer op, hè? In de rest van de week wordt het ook nog mooi weer. Ja, maar dan moet er helaas, gewerkt worden. De lente lonkt en dan gaan de vingers jeuken, de groene vingers. Bij het tuincentrum was dat goed te merken. We zijn vanmorgen ook al in de tuin bezig geweest, maar ja, dan kom je wat tekort en dan ga je weer wat bijhalen, hè? Ja, dat is ook het mooie. Ja. Je hebt zo'n hele kar vol en als je het dan in je tuin hebt staan, dan denk je bij jezelf, waar is het gebleven? Nee, dan ga je weer terug. Zo werkt dat toch? Nou meneer, u heeft er zin in. Ja, we gaan het tuintje weer opknappen. Zonnetje schijnt. Ja, en dan gaan we meteen de vingers jeuken, hè? Ja, inderdaad, ja. Dat is bij iedereen toch? De een gaat met een volle kar de deur uit, de ander is wat sneller klaar. Met 3 kleine cactusjes. U heeft een grote tuin, of niet? Een hele grote tuin, nee, ik had hele mooie kleine potjes. Die hangen in een wandrek thuis. En ik ben niet zo goed met plantjes water geven, dus ze waren allemaal dood. Nou meneer, u gaat zometeen bij u de tuin in? Nee. Nee? Bah. Maar wie dan wel? Mijn vriendin. Bij de vriendin? Ja. Het is mooi weer en dan gaan we met z'n allen... Tuurlijk. Kijk, het valt om. Het moet weer opnieuw geplant worden, dus daar gaan we aan de gang. Wat is dat? Dat als het mooi weer is, dat we dan allemaal opeens weer... De tuin ingaan. En... Ik denk dat er een stofje in ons hersen aangemaakt wordt waarvan we zeggen, hé, wacht, ik moet naar buiten, ik moet naar een tuincentrum. Mensen gingen massaal fietsen, wandelen of luieren. Er was zelfs een durfal die het al hoog tijd vond voor een verfrissende duik. Lekker watertje hoor en lekker rustig. Je hebt je strand voor jezelf alleen en het water ook. Dus af en toe wat watervogels, maar die doen echt niks. Kunstrijdster Nikki Warries uit Almere heeft zondag op de Challenge Cup in Den Haag de Nederlandse titel kunstrijden veroverd. De Almeerse schaatste een nagenoeg perfecte kuur, maar kwam 1 keer ten val. Desondanks sleepte ze haar 5e Nederlandse titel in de wacht. De eerste keer is natuurlijk heel speciaal, maar daarna blijft het leuk. Het is elke keer weer een wedstrijd en elke keer moet je het toch weer laten zien. Ik krijg het niet gewoon naar me toe gegooid. Ik moet ook op het ijs staan, ik moet ook wel echt goed presteren, dus ja... Het is elke keer weer mooi.
Door de val kon Warriors niet meer voldoende punten halen om zich te kwalificeren voor de wereldtitelstrijd van volgende maand in Japan. Toch is Warriors trots op haar prestatie. Ik denk dat ik dit jaar misschien nog niet 100% klaar was voor een WK. Dus ik had het leuk gevonden om er naartoe te gaan. En dat, ja, dat is jammer. Maar ik heb nog zoveel om aan te werken dat ik daar eigenlijk misschien nog niet 100% klaar voor was. Dus op dit moment is dit oké. Stap voor stap. Uiteindelijk eindigde Warriors op een 7e plek in de rangschikking voor de Challenge Cup. Daarmee is haar seizoen nu voorbij. Op de tweede dag van het NK Cross in Krachenburg is de start van de dames op de korte cross. Met Dini Ras uit Urk en Marleen van der Wal uit Krijl. De dames onderweg voor 2500 meter over het mooie zanderige parcours bij Nettel. Onder uitstekende weersomstandigheden. Dini Ras is goed onderweg. Heeft voorsprong op Marleen van der Wal. En dat zou ook zo blijven. De Nederlandse titel korte cross is voor Elisa de Jong van Groningen Atletiek. Dini Ras finisht als 17e, ruim voor Van der Wal die 28e wordt. Het NK voelde voor Ras als een echte thuiswedstrijd. Ja, echt. Elke hoek waar ik stond, kom op Dini. Dus heel veel mensen konden mij en ik dacht, oh, ze komen hier allemaal voor mij. Dus dat geeft je dan ook weer wat motivatie om door te zetten. Maar ja, ik ben gefinished, dus ik ben blij. Daarna is het de beurt aan de heren. De lange cross over een afstand van 10 kilometer. Met Luc Velsenboer uit Almere in het rood-witte shirt. Hij heeft voorsprong op Luc Beukens, de atleet van Avinop uit Emmeloord. En de volgorde zal ook niet meer wijzigen. De Nederlandse titel is voor Frank Futselaar uit Arnhem. Luc Velsenboer wordt 44ste en is de snelste Flevolander. De atleet uit Almere voelde zich goed thuis op het parcours van Nettel bij Krachenburg. Ja, ik had echt best wel veel publiek. Hele familie was komen kijken en veel vrienden. Dat was wel leuk. Dat is natuurlijk, het is nog steeds ver vanaf Almere, maar toch voelde het wel een beetje als thuis. Zeker. Je hebt genoten vandaag ook van de omstandigheden? Ja, topweertje. Genieten. Nee, wel genoten inderdaad. Het was lekker om te lopen hier. En 1, 2, lang. Langer. Hou hem stil. Zwemster Annemieke Visch uit Emmeloord is zich aan het voorbereiden op de Special Olympics World Games 2019. Ze traint hard voor het evenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Weet je wel wie je tegenstanders zijn? Nee. Nee, zie je daar, hè? Ja. Maakt ook niet uit, wel? Nee. Nee. Ik ga hem uitzwemmen. Dat is mijn doelstelling. Ja. Zie je zelf of een podiumplekje heb je? Dat zien we wel. Uitzwemmen is het belangrijkst. Ik ga hem uitzwemmen. Dat zo is het. Ja. Dat heb ik van de zomer ook gedaan, dat weet je. Daar heb ik absoluut een meter uitgezworen. Ja. Naartoe. Ja. Het wordt een hele reis voor in totaal 65 Nederlandse sporters. Ver van huis. Dus nou, ga je ons missen in Abu Dhabi en in Dubai? Nee. Nee? Nee. Ik ben wel eens vaker alleen weg geweest hoor. Ja, maar het is wel spannend. Ik denk dat mijn kat en mijn cavia het meeste missen. Ja? Ja. En zullen ze jou ook missen? Ik denk van wel. Ja, mijn cavia niet zo, maar mijn kat wel. Ja, want hoe heten ze? Mijn kat heet Lissy en een cavia heet Guus. Van 14 tot en met 21 maart strijden in totaal 7000 sporters met een verstandelijke beperking uit meer dan 170 landen tegen elkaar tijdens dit evenement in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, je gaat naar een land toe waar je helemaal, weet helemaal van niks. Je ziet wel foto's op tv en op internet. Wat verwacht je daarvan? Nou, kamelen en zand. Zandbak hebben we het over hier. Annemiek, mooie rechterbenen. Ik heb van bepaalde mensen die zijn er geweest zijn, die zeggen dat het schrikt niet hoe groot dat moet zijn. En droom je er al een beetje van? Weet ik niet. Hè? Nou, misschien wel, misschien niet. Maar ik laat alles over me heen komen. De Emmeloordse zwemt de 1600 meter in open water, de 800 meter vrije slag en ze komt ook nog in actie op de estafette. Ik hoop 1 medaille, daar hoop ik zeker op. Goud? Hoop ik. Ja? Ik ga, ja, iedereen hoopt op goud. Mijn andere kleur vind ik ook wel goed hoor. Ik ben al blij dat ik mee mag. Dat ik uitgezonden word. Je bent trots hè? Ja, natuurlijk. Kickbokser Andy Simmeleer uit Emmeloord heeft het wereldtitelgevecht van de organisatie Enfusion tegen Typhoon Ozkan verloren. De vechter van Budo Centrum Noord-Oostpolder verloor op punten in Indoorsportcentrum Eindhoven.
Het ging om de titel in de klasse tot 72,5 kilo. Dit hoort er ook bij, natuurlijk. Winnen en verliezen. Het is mijn tweede verliespartij in mijn hele carrière, dus ik heb hiervan geleerd. Dat zeker. Wat heb je ervan geleerd? Ik liet hem toch iets komen, omdat ik wou ervaren hoe het was. Hij is de kampioen al een paar jaar en heeft een hoog tempo. Dus ik liet hem eerste ronde al gelijk komen om de tempo te ervaren. Wou ik niet de derde ronde pas achterkomen en dat was mijn fout. Ik moest gelijk mijn ding gaan doen. Zoals ik wel verteld had, dat ik ging doen vooraf. Maar toch, ja, je ziet dat in de wedstrijd val je toch soms terug naar je basis en ga je anders denken. En dat is vandaag gebeurd helaas. Wat heb je gedacht? Heb je gedacht inderdaad? Ik heb heel veel gedacht. Te veel om niet te vertellen. Ja. Maar is dat goed inderdaad, om er constant mee bezig te zijn? Nee, dat is juist niet goed. En ja, dat is mijn fout. Ik heb weinig dingen waardoor ik ook weinig verlies. Maar dit is een van mijn dingen die, waar ik hard aan moet werken. Wat doet dit nu met hem zeg maar in zijn hoofd? Want hij is natuurlijk gewend om te winnen. Dat gaan we zo meteen meemaken, want de adrenaline zit er nog in. Die zakt zo meteen wel wat weg en dan zullen we rustig eens even wat gesprekjes voeren. De komende weken vooral oplappen en daarmee bezig zijn? Ja, nou ja, vooral lekker uitrusten, want we hebben snoeihard gewerkt vanaf begin nieuwjaar tot nu. Alles op alles gezet, nou, dat is er nu uitgekomen. En het is eerst even lekker chillen, een beetje evalueren en dan gaan we langzaam weer opbouwen. Zeker, zeker. Ik ben nog lang niet klaar. Kijk, zoals ik zei, het is mijn tweede verliespartij. Ik ben net begonnen. Voor hem is het natuurlijk heel mooi. Hij is hier al een paar jaar en zet mooie dingen neer. Maar ik ben er nog langer dan hem. Ik ben er nog veel langer, dus we gaan het zien.